Door het warme weer dit voorjaar staan de bloesems al in volle bloei. Onze natuurexpert Jos die komt vertellen over de bloesems en de bijtjes. En je komt ook nog te weten wat je allemaal kunt doen met een plastic fles in je eigen tuin. Vanuit het Arboretum in Bokrijk, een nieuwe Ching Ching tuin. Welkom. Oh, dat vind ik nu ook eens een mooie boom. Welke bloesem is dat? Dat is kersenbloesem. Kersenbloesem. Ja, dat is een van de eerste. Ja, en de bloesems zijn heel vroeg dit jaar, hè? Gaat het gevolgen hebben? Bloesems zijn een week of twee, drie vroeger. En dat kan gevolgen hebben, want het kan nu nog goed vriezen 's nachts. En als de bloesem dan volop open is en het vriest, dan bevriest eigenlijk het vruchtbeginsel. En dan hebben we geen fruit. Ja, dan gaat er een pak minder fruit zijn. Zeg, en daar kunnen ze niks tegen doen, of wel? In de natuur is het natuurlijk te nemen zoals het komt, maar de fruittelers hebben ondertussen toch wel wat trucjes gevonden om lichte nachtvorst te vermijden eigenlijk. Wat vroeger heel veel gebeurde is, wat je uit de serie Cataract misschien nog wel weet, dat is dat men met vuurpotten werkte in plantages. En dus die rook die zorgt toch dat de temperatuur beneden ja, een halve graad of een graad hoger is. Komt het daar op aan? Op een daar komt het inderdaad op aan, ja. Dat kan het verschil maken tussen gelukt of mislukt. Ja. En wat ze tegenwoordig doen is meer beregenen met water. Hier heb je bijvoorbeeld een bloesem die open is. Ja. Dus wat men dan doet is, men spuit eigenlijk water hierop, 's avonds. Mm-hmm. En dat water bevriest en de bloesem binnenin blijft eigenlijk beschermd. Ah, zo'n dus dat klein kokonnetje. Dat wordt een soort kokonnetje, ja. En ja, 's morgens als dan de zon terug uitkomt, dan dooit het water en uw oogst is nog steeds gelukt. Zeg, en wat is dit eigenlijk? En hier staan we bij een perenboom, dus die volgen eigenlijk net na de kersen met hun bloei. En dus in heel Haspengouw vind je natuurlijk honderden hectares met perenbloesems. Dus hoe later er geoogst wordt, hoe later die bloesem bloeit. Logisch eigenlijk, hè? Of ja, toch? Nee, niet noodzakelijk. Nee? Het is niet omdat iets laat bloeit, ja, want dat de vruchten ook laat zijn. Laat. Dus september ongeveer, hè? Dat die peren zijn laat, maar peren bloeien voor de appels. Dus terwijl de appels toch ervoor zijn. De appels worden vroeger geoogst dan de peren, maar ze bloeien later. Ja. Aan de andere kant, peren zijn edele vruchten, zoals men dat noemt. Ah, waarom noemt men het edele vruchten? Wel, dat werd vroeger door de adel gekweekt en die hebben al die rassen ontwikkeld. En dat is ook een edele vrucht, omdat die qua prijs duurder is doorgaans dan appel. Dus je loopt meer risico, maar anderzijds, als het meevalt, heb je ook een mooi inkomen. Dat is een beetje het nadeel dat we in onze streek hebben, dat wij met ons zeeklimaat, we zitten nog vrij kort bij de zee, die wisselvalligheid. Je kunt in het voorjaar mooi weer hebben, maar je kan de week daarna ook nog heel slecht weer hebben. Eigenlijk zoals een vrouw, hè? Wisselvallig. Daar ga ik geen antwoord op geven. Mooi, hè, zo'n kersenbloesem. Ah, dit is ook kers. Dit is dan een witte kers met een rood. Ja, een klein beetje rozig. Het in het midden, hè, je ziet daar heel in het midden, zie je dat gele puntje. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de stamper en van daaruit groeit de kers dan later. De stamper, dat is van in het lager onderwijs geleerd. Ja. De stamper van de bloem, geweldig. En dan weet je misschien ook wat daar rond staat nog. De stuifmeeldraden. Ja. Meeldraden en die hebben dan stuifmeel. En, die, en dat wordt dan door de bloem, door de bijtjes en de hommeltjes van bloem naar bloem gedragen. Mooi. Zal het stil? Het zijn wel serieuze beestjes, hè? Ja, dat zijn... De wetenschappers zijn er eigenlijk nog altijd niet over uit hoe het kan dat een hommel vliegt. Die heeft Want veel volgens... kleine vleugels en volgens de aerodynamica-wetten die wij kennen, zou dat ding niet mogen vliegen. Dat zou moeten uit de lucht vallen. Dat is een wonder. Ja, dat is een wonder van de natuur. Zeg, en waarvoor dienen hommels eigenlijk? Want ik dacht voor de bevruchting van de bomen, dat we vooral bijen nodig hadden, maar
als ik ze hier zo bezig zie in die bloesems, dan denk ik, hommels, ja, nee, hè? Het zijn toch vooral de hommels die... Ja, ze hebben alle twee een functie, hè? Maar hommels die leven hier al heel lang. Bijen zijn eigenlijk met de mens meegekomen. De bijen die wij kennen, de koloniebijen, tamme bijen, die bestaan nog maar zolang als de mens landbouw doet en bijen ook kweekt. Maar natuurlijk, wilde planten moesten ook bevrucht worden, dus die werden bevrucht door wilde insecten. Mm. En hier in Europa zijn dat heel vaak hommels en ook wilde bijtjes, die niet in kolonies leven, maar alleen. Maar die hommels, die zijn er natuurlijk nog en die zorgen ook voor bestuiving. Zeg, en we moeten daar eigenlijk geen bang van hebben, want ik vind het wel een schattig beestje. Het is zo domzig. Ja, het is echt, wel groot. Een hoog teddybeer. Ja, ik vind het wel. Nee, je moet er echt geen schrik voor hebben. Hommels zijn nectareters en stuifmeel. En die zijn heel fel gefocust op hun werk. En zolang je ze daarmee bezig laat, zullen ze u negeren. Zeg, zoals tussen ons gezegd en gezwegen, een wesp, dat heeft toch geen nut? Jawel, die hebben veel nut. Maar wij zien dat niet, omdat wespen, die hun leven begint nu, net zoals dat van de hommel. Dus die maken een nestje, leggen daar eitjes in. En die beginnen dan die jongen te voederen. Maar in plaats van dat met nectar te doen, voederen zij hun jongen met bladluizen en rupsen. Dus rozenliefhebbers, die moeten eigenlijk nu blij zijn met wespen, want die jagen eigenlijk op de bladluizen die op de rozenstruiken zitten. Het is alleen op het laatste van het seizoen, dus als de laatste lichting larve groot geworden is, dan hebben de werksters niks meer te doen. En dan gaan die nog een paar weken van het leven profiteren. Ja. En dan schakelen ze over van insecten naar zoetigheid. En met het warm voorjaar gaan we dan ook meer insecten hebben, zoals meer hommels en meer wespen? Die kans is groot, ja. Omdat, ja, daar van die soorten overwinteren de koninginnen. Dus die zoeken in herfst een rustig plekje om de winter door te komen. Deze winter heeft het bijna niet gevroren. Nee. Dus heel veel jonge koninginnen van wespen, van hommels, die hebben de winter overleefd. En dus we zitten nu met veel meer startende kolonies. Ja. En vermoedelijk dus ook veel meer kolonies in de zomer. Dus meer wespen, minder bladluizen? Dat klopt wel, ja. Minder bladluizen, omdat we meer wespen hebben. Ah, ja. Zeg, Jos, je hebt ook een paar van je huisdieren meegebracht, zie ik. Vertel. Ja, echt huisdieren zijn het niet, maar ik heb gisteravond ben ik hier nog een beetje komen vangen, letterlijk. En ik heb dus een hommel meegebracht. Ja. Kom eens hier. Zo. Kijk, en je ziet onmiddellijk, die begint nu te trillen met haar vleugels om haar spieren op te warmen. Ah, geweldig. En vanaf het ogenblik dat die spieren opgewarmd zijn, kan ze vliegen. En ik heb nog iets bij. En je ziet, dat is veel kleiner. Dit is een solitair bijtje. Okay. Vele mensen hebben daar schrik als je het woord bij uitspreekt. Denken ze dat zijn dat kan vrienden, steken. Zijn dat vrienden, die twee? Maar ze doen hetzelfde werk. Niet echt vrienden, je ziet het. Ja. Meestal, ze leven naast elkaar, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus ze zijn geen vijanden, maar ze zijn ook niet echt vrienden. Dus een grijze zandbij, die leeft normaal in holletjes in de grond. Ga nooit op zoetigheid af. En kunnen zelfs niet steken. Maar de hommel, je hebt het daar juist gezien, die kan met haar vleugels trillen. En dan warmt ze haar vliegspieren op. Ja. En dan kan, ze een temperatuur bereiken van wel 30 graden. Terwijl het buiten misschien, misschien maar 10 graden is. Hey. Ja. Nu gaat ze toch naar de bloesem, denk ik. Ja. En daar gaat ze. Ze gaat dus ook op haar eitjes zitten. En trilt dan ook met haar spieren, zodanig dat die eitjes sneller uitkomen, omdat ze warmer is. Familie van de kip dus. Figuurlijk. Zeg, en je hebt een cadeautje voor mij bij, ofwel voor onze vrienden hier beter. Ik heb voor onze harige vriendjes twee cadeautjes bij. Aha, vertel. Wel, we hadden daarnet dat solitaire bijtje. Ik zei, een aantal daarvan leven eigenlijk in de zand, maken holletjes in het zand. Maar er zijn ook een 30 à 40 soorten die een holletje maken eigenlijk in gaatjes in bomen. Hmm.
En die kunnen we heel goed helpen als wij zo'n bijenkastje maken. Dus je ziet, je hebt wat van alles. Je hebt gaatjes van verschillende doormeters. Ja. En we hebben dan ook nog wat houten stengeltjes of rietstengeltjes. Voor die soorten die dan liever in plantenstengels wonen en daar hun holletje in maken en hun eitjes inleggen. Dus je kunt dat perfect zelf maken. En dit is voor onze vriendjes de hommels. Die doen graag zelf wat meer werk, dus ik hou de pot nu wel zo, maar eigenlijk kan je, en je ziet, er zit wat mos in. Ja. Wel, doe die pot goed half vol met mos. Ja. Zet die zo ergens weg, ergens onder een struik in of zo. En de hommeltjes gaan via het gaatje hier dat komen verkennen. En misschien vinden ze dat wel een geschikte nestplaats om hun holletje te maken. Maar mooi. En de volgende generatie hommeltjes groot te brengen. Het kan toch soms zo simpel zijn. Meer moet dat niet zijn. Nee.